Meiwerkers kregen in het gemeentehuis van Burgum de tijd om persoonlijk in de kunde te komen bij de 53-jarige Mansveld. Ze zullen komende tijd de baas wijzen van Tiet Sjerkstra-Diel als opvolger van de vertrekkende burgemeester Erik de Keurs. Oor de jellier zal Mansveld dan weer plakmeidje voor een nieuwe burgemeester. Wat ken je eigenlijk dwan in de jellier? Nou, ik heb een netwerk, ik heb ervaring en ik denk dat het goed is dat waar ik ingezet kan worden, ik ook ingezet word. Dus daar begin ik mee. Mansveld had 3 jaar staatssecretaris West van Infrastructuur en Milieu. Verline jaar stapte ze op naar de bakel met de Vira-trein om ze de 2e keer net goed informeerd hebben zoen. Haar baan rekken ze kwijt, haar contacten in Den Haag net. En dat kan helpen, vinden ze in het Sjerkstra-Diel. De lijn richting Den Haag ben bij ons, nou ja, dat die nog net zo bot benut worden. Dat we ik wat, nou ja, maar mijn kostje, wat kunnen wij meer doen met de lijn naar de provincie, maar vooral ik naar Den Haag en misschien wel naar Brussel. Dus wat dat betreft, ja, haar kwaliteit op dat stuk voor zaken zullen we echt broeken kennen. Het Sjerkstra-Diel is van oudsher een Friestalige gemeente. Daarom kreeg Mansveld van het personeel de Friese woordboeken. Ze neemt de taal tige serieus. Ja, ik versta het zeer redelijk, maar ik merk dat als er heel snel gepraat wordt, ik echt wel even goed moet luisteren. Wat ik heel graag wil is het Fries goed verstaan, maar ook leren spreken. Dus als ik wegga, hoop ik dat de mensen uit het Sjerkstra-Diel me daar ontzettend bij geholpen hebben. Het is bijzonder dat een vrouw het college van burgemeester en wethouders vastzit. De skiertis van de gemeente het Sjerkstra-Diel is er namelijk een van man. Als we achter jou zoeken, die zoeken we alleen nog maar man, jouw voorgangers. De eerste vrouw. Ja, dat hoorde ik gisteravond ook. Was ik verrast over. Ik vind het een hele eer. Dus daarvoor zet ik alleen al een tandje bij.